Welkom Angela. Jij bent de oprichter van de spirituele school. En wat gebeurt er allemaal op die spirituele school? We doen met elkaar aan yoga. We proberen soms heel erg stil te zijn. En vanuit die stilte gaan we met elkaar allerlei vragen proberen te beantwoorden. Gaan we filosoferen. Ja. En dat doen we niet alleen met kinderen. Want ik heb nu Valérie en Anouk uitgenodigd. Maar dat doe ik ook met juf en meesters. Met leerkrachten. En die kunnen bij mij ook een opleiding volgen om dit wat wij met elkaar doen ook in de klas een plekje te kunnen geven. Dus dat zij op die manier ook met de kinderen kunnen filosoferen en stil zijn. Nou, wat goed. En nou heb je kinderen meegenomen, dus die zijn ervaringsdeskundig, zo had dat heet. En hoe vinden jullie de lessen van juf Angela? Heel leuk. Ja, het is leuk, maar het is altijd al wel een soort van anders weer. Dan de gewone les op school? En ja, en het is elke keer, elke les is anders dan de les daarvoor. En ja. Zo is er elke keer weer verandering, zeg maar. Oh. Oké. Okay. En jullie zitten dan ook altijd buiten? Nee. Meestal zitten we eigenlijk binnen, maar met mooi weer doen we het soms buiten. En ja. En waar hebben jullie het dan over? Nou, dan hebben we het. Ja, verschilt. Ja. Het verschilt. Het verschilt echt vanaf, heel erg. Wat er in het boek gebeurt. Oh, kijk, de wereld van Sophie. Ja. De berkenbomen waren getooid met een dunne groene sluier. Was het niet vreemd dat alles in deze tijd van het jaar zomaar ging groeien en bloeien? Hoe was het mogelijk dat ontelbare kilo's groene planten uit levenloze aarde omhoog kwamen, zodra het weer warmer werd en de laatste sneeuwresten waren verdwenen? Als er bijvoorbeeld iets is gebeurd met een god of zo, dan gaan we het daarover hebben. En als het over bijvoorbeeld iets van een bos gaat of zo, dan gaan we het daarover hebben. Het verschilt heel erg. Het hangt van het boek af. En soms heeft Angela al iets bedacht en dan lezen we het boek. En dan is het eigenlijk gewoon hetzelfde, wat ze dan helemaal niet. En het stilzijn, wat doet het stilzijn? Het stilzijn, dit maakt heel rustig. Het maakt meestal heel rustig. Ja, het maakt je rustig, ontspannen en zo. Ja, dat ervaar je ook op die manier. Ja, dat is zo. Dat is wel heel fijn. En Angela, heb je alleen die school in Broek in Waterland? Trek je dan alleen kinderen van Broek in Waterland? Nee. Nou, dat is wel grappig, want ik ben hier ooit mee begonnen. Ik ben niet een echte juf, hè? Dus ik ben niet goed in rekenen en talen en dat soort dingen. Ik ben pedagoog, dus ik help kinderen die ergens heel bang of boos of verdrietig over zijn. Of die heel veel begrijpen, maar niet begrepen worden. En dat heb ik jarenlang gedaan en ik heb zelf ook kinderen. En toen zij een jaar of 10 waren, toen viel opeens dit boek uit mijn kast. Oké. En toen gingen we dat lezen, iedere avond. En daar gingen we met elkaar over praten. En toen ontdekten ze dat wat er in dat boek staat, ze niet op school leren. En toen opeens dacht ik, al die kinderen die bij mij komen, die vinden dat misschien ook wel heel interessant. Want dat zijn allemaal kinderen die allemaal vragen hebben van hoe zit dat dan en waarom. En die dingen willen begrijpen. Hè? Wat is een overeenkomst tussen een eend en een vogel? En waarom heet een eend en een vogel een vogel? En wie heeft dat ooit bedacht? Ja. Dat zijn toch interessante dingen om te weten. Dat zijn hele interessante vragen. En zijn de lessen doorgegaan in de coronatijd? Nee. Dus jullie hebben elkaar ook een tijd niet gezien? Nou wij zitten samen in de klas. Dus De gewone klas. Ja. En de lessen, als jullie de lessen gedaan hebben. Nee, nu jullie de lessen niet meer hebben, missen jullie die lessen dan ook? Ja. Want je gaat er echt op een andere manier over het leven denken? Ja, nou, het is ook heel fijn om elke zaterdag dan van Angela les te krijgen. Ja, het is fijn, want het is aan het einde van de dag. Dus stel je hebt net iets van ruzie gehad of zo, dan maakt het wel je dag weer goed. Ja. Oh, wat mooi om te horen. Nou, ik vond het een heel fijn gesprek met jullie. En ik hoop dat er nog heel veel lessen volgen met Sophie. Ja. Dankjewel.